guys, welkom bij deze nieuwe video. Het is vandaag maandag. Mama, Luna en ik zijn net heel even wat gaan eten bij Bagels & Beans. En ik heb een cadeautje gehaald. Die ik nog niet ga laten zien. Want het is voor een vriendin die ook mijn vlogs kijkt. Dus ja, ik weet niet precies wanneer ik deze video online ga gooien. Volgens mij wel na haar verjaardag. Maar voor de zekerheid film ik het niet. Ik zal het wel laten zien als ik naar de verjaardag ga. Ja, maar inmiddels weer thuis. En ik heb bruine bonen meegekregen van mama. Ik moet het goed zeggen. Mama had bruine bonen gisteren gemaakt en daar had ik eten van meegenomen. En ik dacht dat het voor 2 dagen was. Alleen het was eigenlijk voor 1,5 dag. Want er is nu nog een beetje over, maar niet genoeg voor het huis hier. Dus ik heb extra meegekregen. Super chill. Dus hoef ik vandaag ook niet te koken. Dus wij gaan lekker bruine bonen eten. Ik hoef alleen eigenlijk rijst te koken. Dus ja, super chill. En voor de rest staat er niks op de planning. Ik denk dat ik een beetje ga opruimen. Ik ga sowieso heel even wat anders aantrekken. Want het is vandaag warmer dan ik dacht. Dus ik ga even kijken of ik jullie er vandaag nog bij pak. En anders wordt het morgen. Maar ja, dat zien we vanzelf wel. Waar is Savi? Waar is Savi? Waar is Savi gebleven? Is Savi gebleven? Oi, oi, oi. Wat een troep. Waar is Savi? Is Savi in de keuken? Nee. Hé, hey, ik hoor hem. Ik hoor hem. Is Savi op de wc? Ik zie hem. Alleen, ik moet me wel een ijscream lepel kopen. Want dit is een beetje gek. Kom. Hoe had papa het gedaan? Het lijkt wel een beetje op een ijsje, toch? Kijk, alsjeblieft. Hi guys, het is alweer woensdag. En ik ben net gedoucht samen met Savi. Want hij sliep. Ja, dat is de camera. Hij sliep, dus ik dacht ik ga nog even douchen. Maar camera! Tijdens het douchen werd hij wakker. En toen is hij de badkamer ingelopen. Dus toen dacht ik, nou kom maar gelijk mee douchen. Ja, dat is de camera hè. Ja, maar in ieder geval, het is dus woensdag. Ik ga een ontbijtje voor ons maken. Oei, je moet mijn arm niet trekken. En ik wil jullie heel even onze tuin laten zien. Want dat had ik helemaal niet gezegd. Maar het was de bedoeling dat afgelopen maandag, dus eergisteren, de tuin zou worden verbouwd. Maar we hadden leveringsproblemen met de tegels. Dat was echt een gedoe. Maar die tegels komen nu vandaag. In plaats van 2 weken geleden. Maar ze komen dus nu vandaag. Dus de hoevenier die heeft ze te schakelen. En die kan dan morgen beginnen. En ik ga jullie dan ook nu heel even snel een before. Zo, een before shot laten zien. Want ik ga zo blij zijn als de tuin eenmaal gedaan is. En dan gaan wij ook lekker van de tuin genieten. Want nu is het gewoon echt een oerwoud. Dus ik ga het jullie heel even laten zien wat ik daarmee bedoel.
Les heeft de tuin al leeggeruimd, want we hadden natuurlijk spullen erin staan, onder andere Safi's huisje en zandbak. Maar die staan nu allemaal bij de buurvrouw, zodat ze gewoon de tuin kunnen doen. Maar we hebben dus echt, sinds we besloten hebben om de tuin aan te pakken, hebben wij niks meer in de tuin gedaan. Dus het is echt een oerwoud. Dit is echt maar van een paar maanden tijd. Volgens mij 4-5 maanden geleden hebben wij besloten om de tuin aan te pakken. Of althans, het stond al heel lang op ons lijstje, maar 4 maanden of 5 maanden geleden max besloten wij om het nu dan aan te pakken. Maar ja, het is dus allemaal omkruid en de bedoeling is dat we overal gaan betegelen, behalve dit stukje hier. Daar komt kunstgras en dat is Les nu ook aan het halen toevallig. Dus dan gaat het beginnen. En dan zal ik jullie ook het eindresultaat laten zien. En in een van mijn eerdere vlogs waren wij op zoek naar een tuinset. Ik denk dat ik er een heb gevonden. Nog heel even een minuutje over nadenken en dan ga ik hem bestellen. Zodat die er dan ook zo snel mogelijk is. Nou guys, het is inmiddels vrijdag. Ik was zelf niet thuis, maar ze hebben echt geknald. Want de tuin is gewoon al af. Ik zal het heel even laten zien. Dit is dus onze tuin geworden. Echt ziek. We hebben gewoon betonnen tegels. In het donkergrijs, antraciet. Met een stukje gras voor Safi en Luna. Daar komt dan het huisje op en de zandbak. Ik moet heel even kijken. Ik wil echt heel graag een glijbaan kopen. Dus ik moet heel even kijken of het past. Want dan gaat er ook een glijbaan op. En dan komt onze tuinset komt hier. Die heb ik besteld. En die komt als het goed is volgende week. Dus dan gaat het echt vorm krijgen. Ja. En weer terug. Het huis is wel een bende. Er ligt echt overal nep. Kunstgras en zand. En de keuken is ook een ravage. We hadden blikjes en bolletjes en zo voor ze gezet. Maar ze hebben het niet echt aangeraakt. Dus we hebben nog bolletjes. En we hebben nog drinken. Die Les dan hier heeft neergelegd. Dus dat ga ik even opruimen. Want het is alweer chaos in mijn hoofd. Ik kan er niet tegen. Kom maar een mooie kant. Kijk eens. Alles wat over. Waar is de tram gebleven? Waar is de tram gebleven? Ja! Ja! Kom, Safi! 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 Is dit wat je ziet? Nu kan je niet meer verder. Nee, hij is toch in de tunnel? Ja!